Goedemorgen allemaal, welkom in Volendam. Ik denk dat ik namens het hele dorp, personeel, vrijwilligers en alle andere betrokkenen supporters spreek, dat we hier liever niet hadden willen staan vandaag. Als we even iets uitzoomen, wat is hier in godsnaam aan de hand, Mike? Ja, er is gewoon een hele grote... Ja, de voorzitter van de RVC noemt het een oorlog. Dat was eigenlijk een benaming die Jan Smit erin had gegooid. Ja, de RVC en het bestuur die leven gewoon echt op voet van oorlog. Ja. En de RVC heeft zijn kans schoon gezien om het bestuur met Jan Smit uit de club te gooien. Wat is nou de reden dat zij Jan Smit eruit hebben gewerkt? Ja, dat vraagt iedereen zich af. Er kwam net een heel lang betoog van Jaap Veerman, de RVC-voorzitter, die afgelopen maandag in het Noord-Hollands Dagblad nog zei dat de financiën niet de reden waren voor het ontslag van het bestuur. Ja, nu kwam hij met een verhaal dat er een tekort van 3 miljoen euro zou zijn. Dus ja, dat is in een paar dagen tijd veranderd. Maar het is gewoon een kiezelharde afrekening met Jan Smit. Jan Smit zit sinds 1 juli 2022 het bestuur voor van FC Volendam. Dat is op de dag af slechts 1 jaar en 5 maanden. Binnen 12 maanden na het aantreden is het eigen vermogen van 0 euro op het moment van promotie binnen 1 eredivisie seizoen gekelderd naar min 3 miljoen euro. Dus jij zegt van joh, dit gebruik ik als een soort stok om mee te slaan eigenlijk? Ja, vooral omdat heel duidelijk is geworden dat 5 miljoen ongeveer aan gegarandeerde transferinkomsten, die rekende RVC niet mee. Jan Smit staat ook voor 1,2 miljoen euro garant. En ik sprak net de penningmeester, die heeft vanochtend zijn pasje moeten inleveren. En die vertelde, hij heeft voor de zekerheid ook een fotootje gemaakt. Er staat 2,4 miljoen euro op de rekening van FC Volendam. Ja, krankzinnig. Jan Smit, goudwaard voor deze club, die wordt met pek en veren buiten gezet. Ja. Ik heb net even contact gehad met de bestuursleden. Die zijn nog niet op de hoogte gesteld officieel van hun ontslag. Dat hebben ze via de media moeten vernemen. Wat zegt dat over het niveau van deze RVC? Ik heb ze gisteravond per e-mail ingelicht. Nou, die hebben ze niet... Oké, nou dat heb ik gisteravond toch echt gedaan. Ik heb gisteravond een e-mail uitgestuurd, maar dan is dat technisch iets misgegaan. Dit zijn mensen, ja, we hebben van de week ook in de krant gehad wat ze zelf allemaal doen. En die mogen natuurlijk eigenlijk de schoenveters van Jan Smit nog niet vastmaken. Wat nog even, wat doen ze zelf, de RVC-leden? Ja, één iemand werkt bij een dakbedrijf, of is de eigenaar van een dakbedekkingsbedrijf. Iemand is financieel specialist van de VVD. Werkt voor de provincie Noord-Holland. En de voorzitter zelf werkt bij Intertrust Group in Amsterdam. Ja, het zijn allemaal boekhouders, maar ze hebben weinig verstand van voetbal. Jan is vreselijk waardevol. En ik hoop dat Jan ook waardevol blijft. Jan was alleen een slecht voorzitter. Nee, het gaat erom dat hij gewoon voor het investeringsfonds van FC Volendam 2,4 miljoen... van de 2,7 miljoen euro heeft binnengehaald. Daar zelf ook heel veel in geïnvesteerd heeft. Hij haalt sponsoren binnen. Nou ja, hij is ook degene geweest die Wim Jonk overtuigd heeft om naar deze club te komen. Ze hebben de hoop uitgesproken om in 3 jaar naar de Eredivisie te promoveren. Dat is gelukt, met mooi voetbal. En vervolgens zijn ze ook in de Eredivisie gebleven. Dat is de 35 jaar daarvoor gewoon niet gebeurd. Dus die man, ja, die is goud waard geweest voor de club. Maar nu is hij weg. Is er nog een weg terug voor Jan Smit bijvoorbeeld? Of is het echt gewoon klaar nu? Nou, dat was ook een van mijn vragen. Van waarom is hier in godsnaam geen bemiddelaar gekomen? Ik weet via dat de burgemeester het ook verschrikkelijk vindt dat Jan Smit weggaat bij de club. Ja, had haar als bemiddelaar neergezet. Hier had je natuurlijk altijd uit moeten komen. Alleen dit zijn mensen uit het bedrijfsleven die niet weten hoe het gaat bij een club.